Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de nieuwe SWM-directeur Clifton Linga het bedrijf tot grotere hoogten kan leiden. Linga, die sinds 2007 voor de SWM werkt, werd gisteren aangesteld als directeur. Ook Marlon Oosterling, van wie hij het stokje overneemt, heeft alle vertrouwen in zijn opvolger. Ik bedoel, er is altijd een tijd van komen en tijd van gaan. Ik heb mijn job gedaan en Linga moet het verder trekken. Dus ik heb goede hoop dat hij zijn job goed zal doen. Ik heb meneer Linga meegemaakt afgelopen maanden, afgelopen anderhalf jaar, als een harde werker. Ja, overal in het land levert hij zijn bijdrage. Met name de gebieden die aangesloten worden op het waterleidingnet. Dus zo heb ik hem leren kennen. Ik heb zijn managementkwaliteit van dichtbij mogen aanschouwen, mogen meemaken. Dus ik denk dat het een hele goede keuze is geweest. En ik verwacht dat hij het bedrijf zal kunnen leiden door de moeilijke periode. Ja. We weten dat, dat SWM levert beneden de kostprijs. En dat daardoor de financiële positie van het bedrijf heel moeilijk is. Maar wij gaan als regering de nieuwe directeur ondersteunen. Ik heb het volste vertrouwen in hem dat hij het bedrijf tot grotere hoogte kan leiden. Tot zijn aanstelling als directeur fungeerde Linga als hoofd van de afdeling technische diensten binnen het waterbedrijf. Daarnaast gaf hij ook leiding aan een speciale werkarm ter verbetering van de watervoorziening in het binnenland.